We hebben hier in het centrum van Den Haag een afspraak met mevrouw Wening. Want ja, dat is toch de mevrouw die weer eens verantwoordelijk is voor het zoveelste debakel binnen GroenLinks. We hebben netjes afgesproken met de voorlichter hier op het plein. Maar wat blijkt nou, we krijgen net te horen dat ze gewoon thuis is. Zoeken we er daarop. Hallo. Doe even open. Ja, nee, kom even uit de auto, hé. Hey. Ja, stap gewoon even uit de auto. Wat is het nou voor raar? We rijden nu achter de auto aan waarin mevrouw Wening en haar voorlichter zitten. Het gekke is dat we eigenlijk gewoon een afspraak hadden met die voorlichter voor een gesprek. Maar wat blijkt nu, ze hebben ons dus om de tuin willen leiden. Ja, en dan moet je vroeger opstaan. Jos Heijmans van het RTL. Wij zitten op dit moment in het filmpje in een bloedstollende achtervolging. Vertel jij eens eventjes, de zoveelste chaos bij GroenLinks. Komt dat nou door dat partijbestuur, door mevrouw Wening? Nou, ik denk dat hij een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Als je alleen al neemt dat 3 weken geleden mevrouw Wening zegt, wij steunen SAP dat ze wil blijven. Ja, hoe kun je dan in hemelsnaam na 3 weken zeggen van we steunen er niet meer? Ja, we zitten dus veel in de auto vandaag voor dit item. Zoals je begrijpt, dan hoor ik op de radio constant maar die verhalen van andere politici. Ja, mevrouw SAP was een geweldige politica en een fantastisch mens. Dat was ze eigenlijk, ja, nou mens dan misschien wel, maar politica, dat was eigenlijk helemaal niet zo'n goeie. Nee, ze was niet goed. Ik erger me eigenlijk ook wel aan al die beleefdheidsquotes die je nu hoort van politici. Meneer Rutte, wat een hoop ophef over een politica die er eigenlijk zo weinig toe gedaan heeft in Nederland. Ben ik niet met u eens, echt niet. Maar legt het eens uit? Ja, legt u het uit. Ik ben niet met u eens. Dus, nou ja, waar moeten we Jolande Sap van herinneren straks? Waar kennen we haar van? Ik bedoel. Nou ja, zij heeft op een aantal hele grote onderwerpen het lef gehad om een eigen positie in te nemen. De reden waarom ze valt heeft natuurlijk ook veel te maken met haar eigen optreden in de Kamer. Is niet goed geweest. Ja, dan al die prachtige verhalen van hoe aardig en hoe lief ze was. Sorry hoor. Wat ben u voor een rare meneer? Hoezo ben ik een rare meneer? Nou ja, wat er nu net gebeurt. Wat er net gebeurt? Ik rijdt ons bijna omver. Wat een krampachtige situatie weer, hè, bij GroenLinks. Is het raar, hè? Ik vind dat. Nee. En nu willen we graag even verder, want we willen... Nou, ik wou graag mevrouw Wening even spreken, dat begrijpt u. U gaat er ook echt voor staan. Hè? Hé? Wat zegt u? Ik moet even kijken of ik hier kan parkeren. Kunnen jullie hier wel parkeren, hier, zonder te betalen? Nee, dag mannen. Dag mevrouw Wening, wat een gek gedoe weer. Ja, dat lijkt er zo op, hè? Het is er allemaal aan de hand met u. Ik word door u achtervolgd in een tunnel en ik heb hier een afspraak. Maar... We hadden al telefonisch even contact gehad dat we u konden spreken en u rijdt ons zo wat omver. Dat heb ik helemaal niet gehoord. Het gaat ons niet zozeer om ons, maar nee, meer weer het beeld van GroenLinks, hoe dit nou weer allemaal gaat. Ja, het is een hele vervelende dag. Ja, ik vind het ook helemaal niet leuk. Maar u maakt het ook alsmaar vervelender. Nou ja, dit is geen leuke dag voor niemand niet. Maar het is een heel vervelende constatering dat Jolande vandaag is opgestapt. Vindt u een vervelende constatering? Want daar hebben jullie toch op aangestuurd? Nou, het is heel vervelend dat ze onder deze omstandigheden is opgestapt. Ook daar hebben jullie op aangestuurd, want het is bij het NRC niet voor niets gelekt. Ja, dat vind ik dus de ongelukkige omstandigheid, dat het door de media zo aan het rollen is gebracht. Ik heb het u al eens eerder gevraagd. Nu, ik wil echt niet onbeleefd zijn, maar ik heb echt een afspraak. Jolande Sap, maar ik ga toch eventjes door met vragen stellen. Jolande Sap die heeft haar vertrek... Een afspraak maken voor niks ervan, niks ervan. Wat denkt u nou zelf? Nee, Jolande Sap die is opgestapt, bemoei je daar even niet mee, voorlichtertje, wegwees. Jolande Sap is vertrokken, gaat u ook vertrekken? Denkt u aan opstappen? Morgen heb ik een afspraak met de partijraad. Die staat al heel lang gepland. Natuurlijk is dat het moment dat we met de leden gaan spreken. Dit is een heel vergaande stap en wat hier gebeurt, dat gaat echt heel ver. Maar u bent misschien ook wel het probleem van GroenLinks, hè? Want dat heb ik ook al eens eerder tegen u gezegd, maar dat wordt steeds meer. Morgen zullen we met de partijraad spreken over wat allemaal, hoe ze dit opvatten, of ze nog de steun en vertrouwen hebben. Maar u houdt de eer niet aan uzelf, nu al? Ik vind het belangrijk om morgen in gesprek te gaan met de leden van de partijraad. Dat betekent dus dat u zelf wil blijven zitten? Ik vind het heel belangrijk om met de leden dat gesprek te hebben en niet hier op straat met u. Hebben we nog zin in de toekomst? Dat is een heel mooi zonnetje en een mooi beeld. Maar nu ga ik echt. Oh.